ze heeft een bordje. Hier staat de eentje daar. Nee, we maar in de loop der tijden zijn er andere benamingen aangegeven. Ik noem er een paar. Henk Boom, oud-Almeloer. Als journalist ooit begonnen bij het Dagblad van het Oosten, later Tubantia. En een collega van Han Papen is weer terug in Almelo. En waarom? Enerzijds omdat ik altijd in Almelo terugkom, omdat ik hier geboren ben en mijn familie hier woont. En anderzijds omdat wij een goed contact, en wij, mijn vrouw Lotje de Lucenet en ik, een goed contact hebben gekregen met de kunstkring. Met name met Hanneke van Schoten. En dat Hanneke mij gevraagd heeft om een lezing te geven over Jordi's Bos, omdat ze wist dat dit boek er zat aan te komen. Ik woon al 28 jaar in Madrid en nu zitten we op 20 kilometer afstand van Madrid en kom ik daar uiteraard met grote regelmaat. Waarom Jeroen Bos? Omdat Bos meer dan welke schilder dan ook oproept tot nadenken. Dat je je afvraagt, wat heeft die man in godsnaam bewogen om dit soort christelijke iconografie te schilderen, wat geen enkele voorganger van hem ooit had gedaan. Wat heeft hem bezield, om dat woord maar te gebruiken. Wat is er omgegaan in zijn ziel? Was hij gedrogeerd? Heeft hij drugs gebruikt? Was het een esoterisch man die in de hoek van de Rozenkruisers komt? Had hij kritiek op de kerk? Was het een ketter? We weten het allemaal niet. Allemaal vragen. En die vragen die hebt u ook gesteld in het boek wat u erover geschreven hebt, hè? Ja, dat is het boek uiteindelijk. Kijk, het is geen biografie. Zou ook niet kunnen, want we weten niks over Bos. We weten niet eens wanneer hij geboren is. We nemen aan 1450, maar dat is niet zeker. We nemen aan is Zetog een Bos, maar dat is niet helemaal zeker. We weten niet wat er in al die jaren is gebeurd. Ik heb als een journalist heb ik dus het pad gevolgd van alle controverse, want die is er van meet af aan geweest. Die heb ik gevolgd en dat heb ik op een rij gezet en dat ondergedeeld in een aantal hoofdstukken om aan te geven hoe verschillend er over Bos wordt gedacht, werd gedacht en zal worden gedacht. Het boek heet De Bezeten Visionair en mij is al gezegd dat ik even bezeten ben als Bos zelf.